dit is qua... Cultuur open mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Dan kan je zeggen, ja, het is een corrupte rechter. Kan je zeggen. Maar je kan je ook afvragen, hoe kan een rechter met een hoge verantwoordelijkheid zo'n uitspraak doen? Is hij bedreigd geworden? Is er druk geweest? Dus je ziet wat voor een netwerk het is, hè? Als je dat nu vergelijkt met die informatie in de media over die gronden. Iemand van hoger hand zet anderen toe om. En weet je wat zo erg is? Of het nou de bank is, heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat het van hoger hand komt. Ze willen mensen kapot maken. Ze is hebzucht, is hebzucht. Kakkerlakke mentaliteit. Begrijp je? Dan ga je mensen stressen. En dat is het systeem in Suriname. Maar we praten wel over ondernemerschap. We praten over werkgelegenheid. Ze menen daar echt geen donder van, hoor. Ik ga eerlijk zijn. Ze menen het niet. Dan doet hij zijn telefoon op luidspreken. We stonden daar dan. Dus hij praat zo. Ja, luister, ik heb meneer Gangana Pandey van Terminal Hermitage. Nou zegt ze, luister. Trek je terug, hoor. Trek je terug, want er zijn grote belangen die spelen. Laat hem naar Kromosuto gaan. Een advocaat gaat optreden, wetende dat ze mensen bestelen. Het Hof informeert mij niet. Ik moet wachten. Met de hoop van zegen dat er nog wat gebeurt. Wat voor een shitland wonen we nou, joh. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV Open Mic. Welkom in Switzerland, 17e rijkste land van de wereld, waar de dingen die onmogelijk zijn elders, wel hier geproduceerd kunnen worden. Ja, Suriname is bijna de land of dreams. We zitten met de heer Gangaram Pandey. En we zijn een update komen doen over die case waarbij zijn zaak op de veiling was gekomen. Dus we zijn even een update komen doen, meneer Gangaram Pandey. Welkom terug bij Kulturu TV. Ja, mijn vriend, goedemiddag. Ik ben blij dat u er bent. En omdat het, we hebben een zaak gehad, of we hebben het nog steeds, Kremank. Het is algemeen bekend dat Kremank heeft gefraudeerd, dus daar gaat het eigenlijk nu niet eens om. Maar het vreemde is dat de hele gang van zaken, als ik dat nu echt chronologisch ga bekijken, dan is mijn vraag, wat is het nou voor een zootje in dit land, man? Dit is ongekend. En dat vind ik raar. Dus ik ben blij dat ik het onderzoek wel gedaan heb. Want anders had ik dit nooit geweten. En ik denk dat heel veel mensen met mij niet eens het idee hadden dat het zo erg was gesteld in dit land. En het is goed dat men het weet. Wat kunt u ons vertellen over het genatief onderzoek? Ja, laat me bij het begin beginnen. Het is allemaal, dat verhaal is heel erg vreemd, vooral de situatie op dit moment. Kijk, het was zo dat ik werd geconfronteerd met een medewerker van de bank, meneer Gonesse. Die kwam hier iedere keer praten van, ja, ze hebben rechten overgenomen van mijn krediet en zo. Maar ik dacht, ja, maar dat kan niet, want mijn krediet was een ontwikkelingsfonds. Afijn, praten, drie keer praten. Ik heb hem ook twee keer weggestuurd, hoor, want ik vertrouwde die man helemaal niet. En de derde keer kwam hij met een offerte. Een offerte. Dus ik dacht, ja, en hij had een mooi verhaal. We gaan de offerte opsturen naar DFL, want dan komen ze ook naar Suriname en dan gaan we praten. Nou, die mensen zijn nooit gekomen. Integendeel, de Hankerenbank heeft zelfs een notarieel akte gemaakt. Rechten zijn overgedragen. Tot daar. Oké. Het zij zo. Ik ging ervan uit, een bank moet je wel kunnen vertrouwen.
Afijn, op een gegeven moment heb ik een advocaat genomen, want ik vertrouwde dat ding niet. Het was allemaal zo vreemd. Buiten mij omgebeurt alles en ik mocht niks weten. Dus ik denk, nou weet je wat, wat let mij? Dan neem ik een advocaat. Dus ik heb een mevrouw gebeld, ik heb afgesproken, ik betaal de kosten en zij moet die zaak voor mij behandelen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik kom bij die mevrouw en zij bekijkt dat dossier en zij zegt, ja, maar dit kan helemaal niet. Ja, maar dat denk ik ook. Dus zij zegt, hoe kan nou een personeelslid alle rechten van het bedrijf van Trinidad overmaken aan de Hakerenbank? Dat kan toch niet? Ik zeg, maar dat bedoel ik. En die discussie kan ik niet voeren met Hakerenbank, want ik mag niks weten. Dus ik had al mijn bedenkingen, dat kan niet. Enfin, mevrouw zegt, nou, weet je, ik kom hier niet uit, dus ik ga meer informatie vragen aan de Hakerenbank. Dat is goed. Zodra ik het heb, dan bel ik u. Dan komen we weer bij elkaar en gaan we het bespreken. Oké. Zij stuurt een brief naar de Hakerenbank. Ze geeft aan in de brief van, nou, dit is, klopt niet volgens mij. Ik kan het niet meer volgen. Dus ik wil graag meer informatie hebben. 3 of 4 dagen later nodigt ze me uit. En ik kom bij haar. En het enige wat ze me zegt, meneer Gangarampan, ik ga eerlijk tegen u zijn hoor. Je kan liever betalen, hoor. Hoezo? Luister, betaal ze gewoon. Hou je mond liever, boy. Want je gaat de zaak nooit winnen. Ik zeg maar, jij als advocaat, jij weet nu al dat ik de zaak nooit ga winnen. Maar je ziet dat het allemaal niet klopt. Maar ik ga het niet winnen. Waarom dan? Je weet niet hoe die bankiers zijn. Ik zeg, weet je, geef me mijn dossier. Ik ben naar een andere vrouwelijke advocaat gegaan. Zij heeft het dossier bekeken. En na een paar dagen zegt ze, meneer Gangarampandi, ik kan die zaak van u niet behandelen. Ik zeg, oh, waarom niet? Nee, zegt ze, ja, ik krijg ook opdrachten van de Hakerenbank. Dus ja, en nu moet ik tegen de Hakerenbank, dus dat kan niet. Ik denk, dat mens is advocaat. En die kijkt naar die opdrachten die ze krijgen. Ja, weet je, ik had zoiets van, laat maar gaan, joh, Suriname nou eenmaal. Dus ik ben naar een andere advocaat gegaan. Het was meneer Sjoetjaran. En hij vond het ook raar. Dus hij zegt, nou, nee, deze zaak gaan we aanvechten. Oké, ik was blij. Maar ik dacht, ja, ik ben benieuwd wat je me over een paar dagen weer zegt. Dus hij schrijft een brief naar de Hakerenbank. Hij zegt, luister eens, meneer Gangarampan die heeft rechtsbijstand aangevraagd. En ons kantoor gaat hem rechtsbijstand verlenen. Alleen dat, hè. En een week later kregen we een brief van de bank. Krediet is opgezegd, we gaan veilen. Dus de advocaat die zat te kijken. Die zegt, wat is dit nou? Dat kan niet. Kan helemaal niet. Want je betaalt toch? Ik zei, ja. Dus hij zei, ja, dan kunnen ze niet veilen. Op grond waarvan gaan ze veilen dan? Hij zei, maar het is wel raar. Breng die papieren voor me. Neem het dossier, hele dossier wat je hebt. Laat me kijken. Dus ik heb het dossier gebracht. En hij kijkt naar die notarieel acte. Hij zegt, jongen, maar hoe kom je hier aan dan? Ik zeg, van de bank. Maar heb je het niet van DFL? Ik zeg, nee, Hakerenbank. Hij zegt, oh, daar snap ik hun gedrag, ja. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, dat ding is vals. Dat kan nooit. Kan nooit wat hier staat. Ik zeg, oké. Hij zegt, maak je niet druk. Laat eens kijken wat ze gaan doen. Dus ze hebben veiling aangezegd. En we zijn in kort geding gegaan. En toen heeft de vordering van de advocaat was, ongeldig verklaring van de documenten wegens bedrog, misleiding, bla bla, en misbruik van omstandigheden. Enfin, de rechter zegt, ja, dan gaan we de zaak onderzoeken. Dus het onderzoek liep. Maar ik ben zelf ook mijn onderzoek gaan doen, maar omdat ik ook politieman was in Nederland, dus je weet dat, wil je dit soort onderzoeken ook wel gaan doen dan. Dus ik ben gaan onderzoeken. En toen kreeg ik een verklaring van de fraud investigator van de Europese bank. En de fraud investigator die geeft een verklaring waarin staat, het is absoluut niet toegestaan het krediet over te dragen aan geen enkele bank. Dat was in mei 2016. Mei. Dus, enfin, we hebben het aan de rechter gegeven.
En dus de zaak liep door, toch? Want het is formaliteit daar, de een verhoort, dan de andere gaat horen, daar ene vraag uitstellen. Ja, dat is typisch, is ook een beetje bakoverwinkel, maar oké, okay. Maar zo ging het. En dan, op een gegeven moment, door geluk denk ik hoor, kreeg ik een notarieel akte van iemand die bij Glis was ondergebracht. En daarin staat, door de aangang zelf opgemaakt, hè, de notaris. Daarin staat dat die rechten nooit van de bank zijn geweest. Ze hebben de hypotheekrechten nooit overgenomen. Dat was een akte dat stiekem is opgemaakt. Want het was in diezelfde maand dat de fraudinvestigator mij had gezegd dat het niet mogelijk was. In diezelfde maand was die akte al gemaakt. Dat was in 16. Maar het werd te heet nu toch, want de bank, zijn betrapt. Wat doen ze dan? Ze zeggen mijn veiling aan. Dus je wist in 2016 al, je wist eigenlijk altijd al. En nu hebben wij zelfs een notarieel akte waarin staat, je hebt nooit hypotheekrechten gehad. Ja. Maar je hebt me in 17 veiling aangezegd. 16 ook. Snap je? Dus de bank zegt mijn veiling aan, wetende dat ze geen hypotheekrechten hebben. Ja, mag ik dan niet zeggen van, dit is een criminele organisatie toch? Ja. Dat kan toch niet? Dus, nu zegt die bank veiling aan. Daar is het, terwijl die andere zaak nog liep, hè, het onderzoek bij die rechter liep nog. Hè, en dan zegt die bank tweede keer veiling aan. Dat is inmenging in een zaak bij de rechter. Dan neemt die tweede rechter de zaak. En wij zeggen hem, er loopt nog een onderzoek waarin we hebben aangetoond dat die documenten vals zijn. De vordering van ons was ook gewijzigd. Niet ongeldig verklaring wegens bedrog, misleiding en zo. Nee, het was nu ongeldig verklaring wegens valsheid in geschriften te quadertrouw. Met andere woorden, opzettelijk gepleegd. Ja, dat was de vordering. En die zaak is bij die tweede rechter, we hebben hem gezegd van ja, luister, maar er loopt nog een onderzoek bij die andere rechter. En die tweede rechter zegt, ja, maar er is nog geen vonnis, dus fraude is nog niet bewezen, dus de bank mag veilen. Dan hoe kan je nu een veiling uitspreken terwijl er nog een onderzoek is naar die documenten? Dan kan je zeggen, ja, het is een corrupte rechter. Kan je zeggen. Maar je kan je ook afvragen, hoe kan een rechter met een hoge verantwoordelijkheid zo'n uitspraak doen? Is hij bedreigd geworden? Is er druk geweest? Als er sprake is van druk op de rechter, dan kan ik je zeggen, dan kan het alleen maar van hoger hand. Het kan alleen van hoger hand. Ja? Iemand die macht heeft, vanwege zijn positie, heeft die macht, heeft druk uitgeoefend op die rechters. Als ik dan terugga in de tijd, tegen die tijd hoor, waar ze spraken van, de overheid had toen gezegd, dat was in 2017 of 18 hoor, had de overheid gezegd, ze gaan de beveiliging van die rechters weghalen. Hallo. Was het niet om de druk op te voeren van als die rechters niet doen wat wij zeggen? Vreemd toch? Oké. Dus, die rechter die het hele onderzoek had gedaan, ja, die had een vonnisdatum bepaald. Hè? En dan plotseling, het is verschoven met 2 weken. Nee, met 2 dagen. En dan, die tweede dag is verschoven met 1 week. En dan weer, het is verschoven met 3 dagen. Dus er was behoorlijk druk op die rechter. Maar door wie? Van hoger hand. Van hogerhand. Oké. Okay. Dus je ziet wat voor een netwerk het is. Hè? Als je dat nu vergelijkt met die informatie in de media over die gronden. Iemand van hogerhand zet anderen toe. Om. En weet je wat zo erg is? Of het nou de bank is, heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat het van hogerhand komt. Dan is er hier veiling aan gezegd. Je begrijpt, de emotie is hoog, toch? Stress, toch? En wat doen ze?
Weet je, ik wil bijna zeggen die kakkerlakken toch? Weet je wat die kakkerlakken doen? Dan gaan ze een kennis van de Belastingdienst bellen. Maar ga beslag leggen. In die hele faya toch? Want veiling is aangezegd. Iedereen paniek toch? Dan komt Belastingdienst. Gaat noteren mijn apparatuur en mijn stoelen om beslag te leggen. En mijn vrouw was alleen in de zaak toen. Want ik was bezig met een aantal dingen te onderzoeken. En ze belt me huilend. En ze zegt, ja, ze zijn beslag aan het... Ik zeg, wie? Ja, de Belastingdienst. Ik zeg, op grond waarvan dan? Ja, ik bemoei niet meer. Ik heb de boekhouder gebeld. Nee, ik heb gezegd, wat is dit voor nonsens? Hij zei, dat kan helemaal niet. Ik zei, maar het gebeurt nu. Hij zei, nou, even wachten. Dus hij belt de Belastingdienst. Ha, wat denk je? Belastingdienst vond het al raar. Die denkt, nou, dat kan helemaal niet. Dus de Belastingdienst heeft die naar die man gebeld. Om te vragen wat hij hier doet. En toen ging die man weg. Dus die criminele bende, die maakt misbruik van mensen, weet je, op posities. Van, je hebt me gepot beslag zogenaamd. Zo zijn ze hier, zo zijn ze hier. Ze willen mensen kapot maken. Is hebzucht. Kakkerlakke mentaliteit. Begrijp je? Dan ga je mensen stressen. En dat is het systeem in Suriname. Maar we praten wel over ondernemerschap. We praten over werkgelegenheid. Ze menen daar echt geen donder van hoor. Ik ga eerlijk zijn. Ze menen het niet. Ja. Ze maken ondernemers kapot. En dan wie maakt ze kapot? Wel, hogerhand. Met hogerhand bedoelt u politieke zinnen ja, of zo? Tuurlijk toch. Tuurlijk. Toen het zo heftig was... Hè? Er was een klant van mij, die was NDP'er. En hij kwam hier die dag en hij zag paniek. Dus hij vroeg, wat is er gebeurd? Dat heb ik hem verteld. En toen heeft hij gezegd, kom, ik neem je mee naar het kabinet van de president. Ik zei, oké. Ja, tenminste, iemand die wat doet. Dus we komen daar, maar de president had buitenlandse gasten volgens mij. Dus we konden hem niet spreken. Toen heeft hij gebeld naar een rechterhand van de president. Ik weet niet meer, het is een vrouw. Maar, dat doet hij zijn telefoon op luidspreker. We stonden daar dan. Dus hij praat zo. Ja, luister, ik heb meneer Gangana Pandey van Termen Hermitage. Nou zegt ze, luister. Trek je terug, want er zijn grote belangen die spelen. Laat hem naar Kromosuto gaan. Maar ik had toen geen idee waarom naar Kromosuto. Dus ik denk, oké, nou dan gaan we daar. Misschien dat hij een oplossing heeft. En toen, we zijn daar naartoe gereden. Man, die man was zo onbeschoft. Dat ik heb hem één ding gezegd. De natuur doet zijn werk. Onthoud wat ik je zeg. Dat is die gewezen directeur van die bank, hè? Ja, SPS. Ja, dus ik ben direct weggegaan, hoor. Dus ik denk, jongen, wat is dit allemaal, hè? Maar waarom naar SPS? Een bank met die zaak te maken heeft, toch? Maar, oké. Dus... ik ben weggegaan. En weet je, in die hele rechtszaak, daar is er een advocaat die zich heeft opgegeven als de advocaat van die maatschappij van Trinidad. Hij treedt op namens die maatschappij van Trinidad. Wel luister nou. In zijn eerste verklaringen had ik al door, die man heeft het dossier helemaal niet. Hij krijgt alleen maar onzin uit. Hij is alleen maar verzinsel wat die man deed. Alleen maar emotionele reacties, maar niet zakelijk, want hij heeft het niet. Ja. Ik kon opmaken uit zijn verklaringen dat ze zijn gaan graven in het archief. Hebben ze daar wat informatie gevonden, hebben ze dat gebruikt. Maar terwijl, die informatie was al lang niet meer van toepassing, want er was een nieuwe periode van 4 jaar toch. Ja. Dat had hij niet. En al die tijd sprong hij van, ja, maar die rechten zijn overgedragen, weet je, bla, 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 bla. Wel, toen we het document hadden, dat de Hagerenbank nooit rechten had gehad, was hij nergens meer. Dus een advocaat heeft zelf ook zijn verantwoordelijkheid verzaakt. Een advocaat gaat optreden, wetende dat ze mensen bestelen. Wat is dit voor een maatschappij? Ik kan me heugen dat een paar jaar terug, 4 jaar, 3 jaar terug, 4 jaar om en bij,
dat de centrale bank of de staat was bezig gebouwen te verkopen, ja, en dat soort van type dingen. Uw gebouw viel ook in diezelfde periode. Dat kan toch niet anders? Ja, mijn gebouw zal er zeker in vallen. En ik weet het eigenlijk zeker. Want ik ga je zeggen. De centrale bank heb ik 2-3 keer gevraagd. Om welke panden gaat het? Ja, maar dat is heel erg vaag en daar is niet achter te komen. Ik zeg maar, jullie weten wel het aantal, maar jullie weten niet om welke panden het gaat. Oh, nou, dat is lekker dan. In die rechtszaak die er loopt, dat ik volg dat ook, voor zover het in de media komt. Ik volg dat. En daarin staat, de centrale bank heeft betaald voor eerste tranche panden. Maar nergens staat om welke panden het gaat. Transparantie toch? We praten over transparantie toch? We zeggen de overheid is niet transparant toch? Wel luister, advocaten heb ik, die ken ik, zijn niet transparant. Notarissen die ken ik, helemaal niet transparant. Rechterlijke macht ken ik, niet transparant. Hof van Justitie, niet transparant. Is het OM transparant? Wel luister, ga je zeggen. Die veilingen, 3 keer waren ze, 3 vonnissen. Ze. Dat hebben we hoger beroep aangetekend. Ja, we hebben hoger beroep aangetekend. Hoger beroep wordt behandeld. Alleen maar schriftelijk hoor. En dan krijgen we een dag vonnis. Ik denk oké, okay, het was 4 maanden eerder dan normaal gepland was. Eerder vonnis. Ik heb het vonnis via de mail gehad van de advocaat. Dat is nog nooit gebeurd. De advocaat had niet eens zin om het te bespreken. Dus ik weet ook waarom. Dan ga ik, dat vonnis ga ik bekijken. Wel luister, zijn 3 vonnissen zijn in hoger beroep behandeld. Ja? Dat vonnis die ik kreeg, was wel geteld, 3 A4'tjes. Waren alle 3 vonnissen al behandeld. Juridische onderbouwing van wat de rechter dus zegt, anode. Een document, die notarieel akte, waarin staat dat de bank nooit rechten heeft gehad. Dat hebben ze overgeslagen. Waarschijnlijk niet gezien. Transparantie, hè. Het vonnis was niet getekend door geen van die 3 rechters. Was niet getekend. Sterker nog, het was niet eens getekend door die griffier. Het is voor mij een ongeldig document, want het is niet getekend door de rechters. Niet getekend betekent, nergens kan je traceren dat niemand kan beweren dat het is behandeld. Is niet behandeld. Kan ook niet anders, denk ik hoor. Omdat een civiele rechter volgens mij kan geen uitspraak doen als blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Volgens mij kan dat niet. Maar de wet zegt, dat geldt voor iedere burger, maar voor een rechter helemaal. In dit geval dus rechter. Een rechter die kennis draagt van strafbare feiten is verplicht het over te dragen aan het OM. Is dat gebeurd? I don't know. Ik weet het niet. Ik word niet geïnformeerd. Transparantie toch? Het Hof informeert mij niet. Ik moet wachten. Met de hoop van zegen dat er nog wat gebeurt. Wat voor een shitland wonen we nou, joh? Laten we nog eens eerlijk zijn. We praten over transparantie. Als je die mensen hoort over transparantie, zou je denken, nou, die zijn de meest eerlijke mensen. Wel, luister nou. Als er iets goed fout zit in deze hele case, is transparantie. En nou de. Het Hof meldt mij niet van, luister eens, er zijn strafbare feiten, dus wij gaan de zaak overdragen. Nee, ik weet het niet. Ja. Ik vraag het OM. Denk nou, via de mail van luisteren. Is er een onderzoek in de zaak? Want ik weet niet wat nu gebeurt. Nou, heel sarcastisch, vind ik hoor, heel sarcastisch, is eigenlijk aangegeven. Ja, de vorige PG had je al gezegd dat het een civiele zaak was. Bij deze ook hetzelfde, het is een civiele zaak. Een OM, die weet dat er strafbare feiten zijn, die schrijft mij dat het een civiele zaak is. Het OM. Terwijl het OM hoort te weten dat er strafbare feiten zijn gepleegd en dat het voor hun is. En die zeggen mij, je moet naar de civiele rechter. Weet je, wie houden ze voor de gek, joh? Wie houden ze voor de gek? Het is gewoon een labiele maatschappij waar we in leven. Heeft dus
echt uitgebreid uw onderzoek gedaan, zaak op een rij gezet. U bent niet veel rustiger geworden omtrent het verloop van de zaak na het onderzoek? Oh ja, zeker. Omdat waarom? Kijk, in feite ging ik ervan uit alleen de bank. Maar naarmate het onderzoek vorderde van mij en het gedrag van een aantal mensen, ben ik gaan nadenken. En toen heb ik gezegd, hé, het is de georganiseerde misdaad. Het vreemde is, centrale bank noemt nooit die panden hè, die verkocht zijn. Waarschijnlijk om slapende honden niet wakker te maken hoor. Maar in die tijd dat het speelde, ben ik naar een DC gegaan. Met die papieren van ons. Eerste wat hij zei, ja, alweer eentje. Dus heb ik gezegd, huh? Maar hoe bedoelt u dat? Alweer eentje. Haalt hij iets uit zijn lade. En dan zegt hij, kijk hier, 16 bedrijven. Allemaal, ik kon klagen. Maar niemand komt met bewijs. Let op, hè, 16. Ik was de 17e. Om hoeveel panden gaat het nu? 17. Nou, ben ik gek? Dus, ik heb hem gezegd, oké. Niemand heeft bewijs gebracht? Wel, ik breng het wel. Ja, het zal wel, zegt hij. Ik zeg, kijk hier. En hij leest, hij zegt, wat? Dus of het nou waar is, weet ik niet. Maar hij pakt zijn telefoon en hij belt. Hij zegt, jongen, pres. Ik heb Gangarampande hier, in die case van die bedrijven. En die man heeft keihard bewijs hoor. Maar ik weet niet als het waar is of hij wel gebeld heeft. Oké, okay, Aboum, ja. Ik zal hem doorgeven. Heeft hij neergelegd. Hij zegt, ja, de pres gaat contact met je opnemen. Nooit gebeurd hoor. Maar oké. Okay. Dus ik denk dat ik weet waar je het ongeveer moet gaan zoeken. Dus het zit eigenlijk in dat ding van die panden toch, die 17 panden. Het kan niet anders. Maar waar het mij om gaat, uiteindelijk heeft de Hagerbank alle acties gepleegd. Dus ik heb eigenlijk niets te maken of het centrale bank of overheid of wie dan ook. Ik heb te maken met de Hagerbank. De Hagerbank heeft mijn pand op de veiling gezet. Dus Hagerbank is voor mij crimineel bezig geweest. Ja. Klaar. Zonder hypotheekrechten heb je mij gezet. Je hebt me nooit een krediet gegeven, maar je hebt mijn pand wel geveild. Nou, ik vind dat absurd. Ja. Is gewoon triest. Eigenlijk is het niet absurd, is triest. Is triest dat mensen alleen maar door hebzucht anderen zo kapot maken hier in dit land. Wij gunnen elkaar niet. We maken elkaar liever af. Weet je, om onszelf alleen te verrijken. Ik niet hoor. Maar mensen willen zichzelf alleen verrijken. Daarvoor, weet je, verantwoordelijkheid is een groot goed in Suriname. Is ver te zoeken. Is heel ver te zoeken. Maar nu komt het. Nu is die bank, die weet wat er gebeurd is toch? Want in die rechtszaak hebben we alle bewijzen getoond toch? De bank heeft gefraudeerd. Laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, daar kunnen we niet omheen. De bank heeft gefraudeerd. Ik ben ondernemer. Ja? Al vanaf 2017 was het bewijs geleverd. Ja. Oké, toen had je een andere regering, dus misschien dat er daardoor niets gebeurd is. Ja? Maar dan heb je 2020 een nieuwe regering gehad. Weet je, het interesseert echt niemand. Maar ze praten wel over ondernemerschap en werkgelegenheid. Ja. En we moeten investeerders aantrekken. Wel luister, hele rechterlijke gedoe in Suriname is onbetrouwbaar. Is onbetrouwbaar. Is niet transparant. Ze willen mensen, de slachtoffer, niet eens informeren. Ja. Alles is alsof ze willen zeggen, je zoekt het maar lekker uit. Nou, je probleem. En waarvoor zitten ze daar? Waarvoor zitten ze daar? Weet je, ik ga je zeggen, dus ze denken niet. Ik ben gekomen, ik heb een onderneming, ik had 11 man personeel. Door die hele ellende die zij gecreëerd hebben, moet ik het doen met 3-4 man. Ja? Hoeveel ellende ze niet gecreëerd hebben. En deze figuren, weet je, het doet ze niks. Alles wat in hun kop omgaat is geld. Ze zien dollar en euro tekens. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan witwas, want ze hebben mijn pand illegaal verkocht. Ze hebben zwart geld gehad. Het is witwas. NRA-onderzoek is gaande. Denk je dat NRA dit niet weet? Ze weten het. Het interesseert ze echt helemaal niks. Daarom zie je wat de natuur doet, hè? Want ik weet wat daar gebeurt, hoor. Vergis je niet.
Hoeveel jaren hebben ze niet deze RVC of directieleden? Niks, not there, alles. Weet je, niemand neemt zijn verantwoordelijkheid om te zeggen, jongens, dit kan niet. Ten eerste, doe je niet met een burger. Ten tweede, het is een ondernemer. Die moeten we koesteren. Nou, het interesseert ze niet. Ze praten alleen maar. Is show. Het is alleen maar poppenkast. Daarom trekt iedereen zich op hun eigen eilandje. Iedereen doet zijn eigen ding. We gaan nooit een eenheid krijgen. Want we spelen poppenkast in dit land. We doen alsof we voor elkaar zijn. We zijn niet voor elkaar. We zijn tegen elkaar. Ja. alleen maar boeven. Boeven zijn het hier, man. Meneer Gangaram Pandey, ik zal u bedanken voor deze keer met Cultura TV nogmaals. En heel hartelijk dank voor de update. Kijkers, dit was Cultura TV met de heer Gangaram Pandey. Tot de volgende keer. Dag Holland, ik wil daar dag, komen, Holland. Ik ben naar hier als een raad. Teana, wogo luku na kulturu teife. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Yeah. Eight for it new, go luku chiniu. Kulturu nyusu, paste fastratis respuntu. Unde baniu, sadef arkina new. Kulturu nyusu, paste fastratis resbuntu. Suriname so een hele klan, mako depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang. Beno wansoma, no abif kwari, no abif sari. Baya Creole, ya fans of Shini. Esha idol in the stance of enemies. Dambo Taki, on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo ve gro. Be we lafu as I guess tak I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah. Be ho horde, giya pina follow. Be deskapu di eshi ya no wolo. Better grind than a juke young and dollar. When I go follow. So man ain't a biggie biggie, no. We go ask for luck if the low bubble light. We go arga problema for the smile in the wake. And we'll be sweetie. So long house and pay you the we swing committee. Yeah. Drug tap a link make us telling a price. Sterker can well want united say way. We kunnen a gemeenschap. We do a roko, maar den a gereedschap. And we the almighty thanks and praise tak. Tak in the wiki now with a eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistiekes review verweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gaat. Piet qua door om iets gaat wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the
defensie arki. Ja, we libu no prati. U api nei parki. We de tapas krati. Ka kwangai kragi. U de borai dwen. Aksa falok fai kwanga destai. Genge fu vergelijk ding. U aba bo weis dwen. Da u ka for weis ding. Go na beleis ding. A probleem fa falok na destai geng. Dat bek we tamita falok fu de ta eis ding. Want u bo weri koma fu de kotis geng ding. E u hunap den feng. For it's news, stolu kupchi news, kulturu nyunsu, paste fast gratis respuntu, udeba new, sadef arkina new, kulturu nyunsu, paste fast gratis.